Dit is het nieuws van donderdag 18 juni. Met vandaag. Vliegveld Hilversum kapt bomen. 100-jarig bestaan van de Zoutkeet. Inbraak aan de Van der Lindenlaan. Een lange rij bomen en struiken stonden aan het verlengde van de start- en landingsbaan van het Hilversumse vliegveld. Maar ook op het terrein van de Hilversumse Pony- en Paardenclub. Tot grote verbazing van de eigenaresse Margreet Vos van deze club werd vorige week de bomenrij op last van de exploitant van het vliegveld gekapt. Margreet was over deze actie absoluut niet te spreken. Wij zijn boos omdat onze bomen die wij zelf hebben moeten aanplanten in opdracht van de gemeente plotseling helemaal weggesnoeid zijn. Maar de bomen zijn in opdracht van het vliegveld Hilversum niet voor niets weggehaald. De veiligheid zou namelijk in het gedrang komen als deze bomen niet snel zouden verdwijnen. Wat betreft de luchtvaartwet hebben we dan met de boompjes twee problemen. Het is zo dat de gebruikers van het luchtvaartterrein moeten veilig gebruik kunnen maken van het luchtvaartterrein. Ze mogen daarin niet worden gehinderd of het gebruik mag ook geen gevaar opleveren. En de obstakelvrije zones rondom de banen moeten worden gerespecteerd. Nou is het zo dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat dat soort zaken controleert. Wij houden natuurlijk ook bij, maar ook de Inspectie Verkeer en Waterstaat. En zij hebben heel duidelijk aangegeven aan de gemeente Hilversum en aan de vliegveldexploitant dat niet werkt met die boompjes daar. En dat eigenlijk zo gauw mogelijk doeltreffende maatregelen moeten worden genomen. Nou, die doeltreffende maatregelen die zijn genomen. Dus de situatie zoals die nu is zonder bomen zou veel veiliger zijn voor iedereen. Maar daar denkt Margreet Vos toch anders over. Dat is gevaarlijk voor ons, voor de paarden. Er zijn ongelukken gebeurd daarmee al. En daar is ook vaak genoeg over gepraat, maar er gebeurt eigenlijk niets. En sinds de bomen weg zijn, is het veel erger. Vorige week zaterdag werd er vlak over ons hek heen gevlogen, wat normaal niet zo was. Als je daar obstakels plaatst en die gaan omhoog, en je mag hier tot 6000 kilo starten en je gaat die kant op starten, dan wordt het heel spannend hoor, om met die boompjes. En als die bomen doorgroeien en je komt daarin te hangen, ja, dat eigenlijk kan iedereen dat bedenken. Als je in zo'n boom komt te hangen en je zit low on speed, hè, je hebt weinig snelheid als je take-off gaat. Dat is bij alle vliegtuigen, ook bij grote verkeersvliegtuigen, is bij alles zo. En je gaat zo gauw mogelijk los, omdat je in de lucht wil komen. En daarna ga je accelereren, maar dat accelereren dat heeft even tijd nodig. Dus je gaat klimmen, want hoogte is veiligheid. En je komt tegen die boom toe en je hebt al weinig speed, ja, dan val je om en met alle gevolgen van dien. Dus het is absoluut in haar voordeel dat die bomen niet doorgroeien en dat die obstakels er niet staan. Ja, dat kan ik weer prima begrijpen, maar dan moet er wel eerst worden gepraat over het kappen van de bomen. En tegen mij is gezegd, toen de mannen hier kwamen om de bomen te vergruizelen, dat niet zo was. Betreffende obstakelproblematiek kan ik u zeggen dat het al jaren speelt. Ik heb zo'n pak correspondentie. Ten eerste hebben we met de manege afgesproken in 1996 dat de manege de boompjes laag zou houden. De obstakelproblematiek hebben wij aangegeven bij de gemeente Hilversum al in december 2002. Ik heb diverse correspondentie, wat ik al zei. 2007 heb ik hier liggen, ik heb hier 2004 liggen. Het komt niet van de een op de andere dag. Dit speelt al heel lang. Dus eigenlijk komt het kappen van de bomen niet ineens uit de lucht vallen voor de manege. Het probleem speelt al veel langer. Maar waarom heeft mevrouw Vos er dan toch zo'n moeite mee, ondanks dat het kappen van de bomen ook voor haar veiligheid is? Het is absoluut niet voor de veiligheid. Want als ze zo veilig wilden zijn, dan gingen ze gewoon daar bij de koeien gingen ze landen. Want dan hebben ze heel veel plek. Dit zijn de drie banen en je kunt zes kanten op. Nou ja, omdat de banen hier sowieso al relatief kort zijn op het vliegveld, hebben we een oud Engels model dat je altijd tegen de wind start en landt. En als je tegen de wind start en landt, kun je korter landen en korter en sneller los zijn. Ja? En dat is zo belangrijk als je toch een korte baantje hebt, want het moet veilig blijven. Zoals iedereen gewoon zijn best doet om goed over te vliegen en geen enge situaties te maken, hebben wij daar geen probleem mee. Dat hebben we al vaker gezegd tegen het vliegveld. Dus het is ook in het voordeel van de manege dat we die bomen er weghalen. Er is verder niets aan de hand, zolang er maar geen rare dingen gebeuren. Maar als er even iets gebeurt als nu, zodat het even de bomen weg zijn en ze gaan dan meteen veel lager vliegen, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Want je moet er niet aan denken dat een vliegtuig in de bomen komt te hangen en vervolgens in een paardenbak valt.
aanstaande zaterdag viert Speeltuin de Zoutkeet haar 100-jarig bestaan. Het bestuur van het wijkcentrum heeft aangekondigd dit eeuwfeest groots te willen vieren. Zo zullen er voor de kleintjes diverse activiteiten worden georganiseerd. De rest van het eeuwfeestprogramma blijft voorlopig nog even een verrassing. Het feest wordt gevierd in de speeltuin aan de Zomerlaan. De laptop is op dit moment het meest geliefde object voor inbrekers. Aan de lopende band worden ze gestolen. Zo ook aan de Van der Lindenlaan. Daar sloegen de dieven toe en maakten een laptop en andere computerapparatuur buit. De inbraak vond overdag plaats na het inslaan van een ruit door een dubbele tuindeur. Zondag 21 juni gaat de eerste zomergroetloop van start. Een recreatieloop voor trimmers en wandelaars over een kleine 10 kilometer. Ook is er een mogelijkheid voor een korte recreatieve ronde van 5 kilometer. Na afloop is er een picknick, waarvan iedereen zelf brood en drinken moet meenemen. En de uitreiking van de Natuurprijs is erna. De start van deze zomergroet is om 4:15 's morgens bij Theehuis Pandje Kruiloze Brug naast de Wereldomroep. Vraag van de week. Wat vindt u van de uitgaansgelegenheden in Hilversum? Heel erg saai. Er zijn te veel kroegen en te weinig grote discotheken voor jongeren. Heel erg, zeg maar, het is heel erg gewoon van die groep hoort daar en die groep hoort daar. Iedereen kent elkaar, hè? Dus het is heel klein. Het is alleen wel jammer dat het nu steeds hogere leeftijdsgrenzen komen en zo. Want nu, bij sommige clubs mag je er pas in als je 18 moet zijn en zo. En dan kom je er vaak niet in en dat is alleen niet leuk. Maar dat is wel leuk. Maar ik denk, als je het hebt over 30 plus, ik ben nog iets verder, maar oké, 30 plus. Nou, dan vind ik het heel dun gezaaid. Cafeetjes waar je gezellig kunt kletsen, lekker muziekje, waar je ook kunt dansen. Ja, ik vind dat het daar wel erg dun in is, in Hilversum. Ik weet wel dat het uitgaansleven nog veel te wensen overlaat. Want het is allemaal heel erg oppervlakkig en ik vind dat het slecht aansluit bij de dingen die er wel gebeuren in de muziekwereld.